Dag dames en heren en welkom bij weer een nieuw Vinyl Bulletin. Ik ga de nieuwe releases van deze week weer met jullie doornemen. En ik moet zeggen, het is een behoorlijk zwaar Vinyl Bulletin deze keer. Want ja, zie je straks wel. Behoorlijk wat heavy stuff. Voor in je agenda. Op, dan moet ik even spieken. 19 november, zaterdag 19 november, organiseren wij samen met Enjoy the Music uit Beek en Donk een heuse popquiz. En die popquiz gaat plaatsvinden in Bron 15 Adelrichsel. Je kunt je nu inschrijven. Meer info vind je op onze website of een linkje hier onder deze video. Teams van maximaal 4 personen kun je inschrijven. Wordt een hartstikke leuke avond. Leuke popquiz en een afsluitende borrel met DJ. Wordt hartstikke gezellig. Kijk dus op de site. Link hieronder. Lekker inschrijven. Hartstikke leuk. Nieuwe releases dan. En dan begin ik natuurlijk eigenlijk met de nieuwe Editors. Ontzettend goede plaat. Dubbel LP. EBM heet die. Dat kan staan voor Electronic Body Music. Maar het kan ook staan voor Editors Blank Mass. Blank Mass is een producer, toetsenist waar de Editors al veel mee hebben samengewerkt. Maar die is vanaf deze plaat volwaardig bandlid geworden. En dat hoor je, want deze plaat is een heel erg stuk elektronischer dan hun voorgaande platen. Die toch meer naar de rock leunden. Dit is meer industrial en elektronisch en heel erg goed. En ja, luistertipje Kiss bijvoorbeeld. Maar heel de plaat is... is erg goed. Ja. Nieuwe weg ingeslagen en klinkt lekker. Editors. EBM. Ik heb hem in zwart vinyl versie en een limited edition oranje. Een nieuwe Krang Bin. En dat is er niet zomaar in. Dit is ook echt een aanrader. Samen met Vieux Farka Touré. Dat is een, ja, de Jimi Hendrix van de woestijn noemen ze hem ook wel. Dit is een hommage aan de vader van Vieux Farka Touré, die heette Ali Farka Touré. Covers van hem dus. En die heeft hij samen met Krang Bin opgenomen. En dat klinkt heerlijk. Ja, dat is gewoon een hele mooie toevoeging. Die band aan dat woestijnblues genre. Dat kunnen ze echt heel erg goed. Heel erg goed gelukt. Ja, nieuwe Krang Bin, Ali. Dan uit België. Tamino. Nieuwe plaat, Sahar. Ja. Hij wordt de Belgische Jeff Buckley genoemd. Dan hebben we de Jimi Hendrix uit de woestijn en de Belgische Jeff Buckley. Hele mooie plaat. Tenminste, de singles heb ik gehoord. Heel erg mooi. Ze opvolger van Amir, zijn vorige, die was ook ontzettend mooi. Chris Berry, Nederlandse soulzangeres. Heel erg mooi, nieuwe plaat. Now, hele lekkere, lome soul sound. Heel mooi. Iets steviger. Stratovarius Survive heet hun nieuwe plaat. The Flagship of Symphonic Metal at the Pulse of Time. Nou, kijk eens. Heb je wat. Madrugada, plaat van, ik denk begin dit jaar of eind vorig jaar. Chimes at Midnight, ontzettend mooie plaat. Voormalig Bob's Baas plaat ook. Dat is echt een juweeltje deze. Daar is een nieuwe versie van uit. De vorige hoes was ook rood. Deze is wat meer paars. Maar hier staan ook vijf bonus tracks op. Dus een volle plaatkant met bonus tracks. Heel erg mooie plaat. Heel erg mooi uitgevoerd ook. Op mooi wit vinyl. Heel mooi mensen. Ja, Madrugada. Nu al een classic album. Dit is een special edition, nu al na een paar maanden. Heel erg mooi. Dan uit Nederland. De Musketeers, dat zijn Pascal Jacobsen van Bluff, Bertolf, de geweldige gitarist, Daniel Loijs en Paul de Munnik. En die hebben een gelegenheidsbandje, een all-star band kunnen we dat eigenlijk wel noemen. Terug naar de Baai was al een hitje en nog zo een, Noordeloos. Nu een full album van de Musketeers. Martin Joseph, een singer-songwriter uit Wales, met een van mijn favoriete stemmen heeft hij. Echt een hele mooie stem. Die heeft vorig jaar een nieuwe plaat gemaakt, maar het vinyletje is nu pas uit. 1960, heel erg mooi. 1960 is het jaar waarin hij geboren is en
Hij reflecteert op zijn leven, zoals het zo mooi heet. Hele mooie plaat. Martin Joseph, 1960. Als je into het singer-songwriter genre bent, folky, Americana-ish, Springsteen-esque af en toe, is hij je man. Brian Dunn, Amerikaan, vooral bekend geworden door Danny Vera. Die heeft nogal reclame gemaakt voor deze Americana singer-songwriter. En ja, heeft hem geen windeieren gelegd. De vraag naar deze plaat is groot, kan ik jullie verzekeren. New Tattoo was een hitje. En Taxi ook. Goeie plaat, Brian Dunn. Lekkere Americana plaat. Heruitgave dan. En ja, de grootste. Dit is een van de best verkochte platen van dit jaar. Nu al bij mij. Die is in de pre-order enorm goed verkocht. Alice in Chains, Dirt. Voor het eerst sinds een paar jaar eindelijk weer op vinyl verkrijgbaar. Dit keer als 2 LP. Op geel vinyl of op zwart vinyl. Ja, een echte grunge klassieker met hits als Rooster en Wood erop. Echt een classic album. Dirt van Alice in Chains. Ik heb weer binnen 40 jaar de dijk, de verzamelaar van de dijk. En we hebben een mooie podcast aflevering gemaakt over de dijk. Een hommage. Bob en Bas plaatkast. Je linkje staat hier in beeld. Of aan het einde van deze video kun je doorklikken. En je kan deze plaat winnen, mensen. Let op, er zit een prijsvraag in die podcast verborgen. Dus reageer vooral. Kan je hem winnen. De vorige prijswinnaar van de Ike & Tina Turner LP, die heeft inmiddels zijn plaatje ontvangen. Dan komen we nou aan bij dat zware stuk van dit vinyl bulletin. Een hoop mooie reissues in het hardrock genre. Ik begin met een absolute klassieker. Black Sabbath, hun debuutplaat. En die is op mooi zwart. Zwart met paars splatter vinyl uitgegeven. En heel erg mooi. Limited edition. Op mijn site kun je een betere afbeelding zien van hoe dat er dan uitziet. Hele mooie uitgave van Black Sabbath Classics. Dan hebben we ook nog Hammered van Motorhead. Ook in een mooie splatter uitgave. Hier. Kijk. Heel vet. Halloween Metal Jukebox. Voor het eerst op vinyl staat er zelfs op. Limited Edition Red and Orange Splatter. Venom, Black Metal, absolute klassieker. De uitvinders van het black metal genre op deze plaat. Ook een Silver and Black Splatter. Dan hebben we nog een Motorhead Iron Fist. Limited Edition 40th Anniversary, Black and Blue Swirl. En ik heb 4 heruitgaves van de geweldige band Motley Crue. Shout at the Devil. Theater of Pain. Girls, Girls, Girls. En natuurlijk Too Fast for Love. Klassiekers in het genre. Voor het eerst sinds hele lange tijd weer op vinyl verkrijgbaar. Dus doe er je voordeel mee, mensen. We hebben een 20th Anniversary Edition van Ozark Henry, Birthmarks. Het is een 2 LP met op de tweede LP allemaal remixes en live versies. Ja, dit is ook Slave to the Music van 24/7, mensen. Op vinyl. Een early 90s dance classic. Kunnen we dit ook wel noemen? Heel erg vet. Kojak Variety van Elvis Costello. Hazes. Er zijn er weer een paar heruitgaves van Hazes aan te komen. Dit is weer de eerste in een serietje voor jou. Voor jou met onder andere Geef mij je angst. Zie ik. Top. Anouk Trails of Fails. Die is een paar maanden geleden uitgekomen. Was heel snel uitverkocht. Het is een mooie speciale editie met een fotoprint op de B-kant. Het is een EP. Enkelzijdig dus. Hij is weer verkrijgbaar. Falco. Symphonic. Dat zijn symfonische uitvoeringen van zijn hits. Neem ik zomaar aan. Blur.
Busten en Dronen. Deze kwam al met Black Friday of Record Store Day uit. Vorig jaar. Op een kleurtje. En nu is hij op zwart vinyl verkrijgbaar. Remixen van Blur. Door onder andere William Orbit en Moby. Niet de mensen. Heb je dan geen jazz binnengekregen? Hoor ik jullie vragen. Jazeker wel. Jazeker wel. Het is trouwens heel vet. John Coltrane's Blue Train kwam vorige week dus opnieuw uit. In die spectaculaire Tone Poet uitgave. Een hele dure uitgave. En hij schijnt echt briljant te klinken. Ik heb hem nog niet gehoord, maar ga ik zeker doen. En die is dus afgelopen week was het de best verkochte plaat van het land. Staat op nummer 1 in de vinyl 33. Dat vind ik spectaculair voor een jazzplaat. En hij had nogal wat concurrentie van Pink Floyd en Creedence. Maar ja, heel erg cool. Nieuwe jazz. Charles Lloyd maakt 3 trio-platen. Trilogie dus. Met trio's, 3 verschillende trio's. Dit is de 2e in de serie. Hij heet Ocean. En met Gerald Clayton en Anthony Wilson. Heel erg mooi. Saxofonist. En hij speelt ook dwarsfluit. Charles Lloyd. En een mooie heruitgave. Hele mooie heruitgave moet ik zeggen. Van Ibrahim Malouf's Au Pays d'Alice. Dat is Alice in Wonderland. Zijn bewerking daarvan. Ontzettend mooi. Ontzettend mooi. Je moet wel... De Franse taal machtig zijn om er iets van mee te krijgen. Alhoewel, ik ben de Franse taal niet echt machtig. En ik kreeg dus niks van mee, maar ik vond het nog steeds heel erg mooi. Hele mooie hoes ook. Geweldig. Ibrahim Malouf. Mensen, was hij voor deze week? Ik zou zeggen, schrijf je allemaal in voor de popquiz. In Perron 15 in november. En dat kun je dus doen op mijn site. Ik zie jullie heel graag in de winkel. Of online. Koop een lekker plaatje. En geniet van je weekend. Doei!